Welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag. Ik begin voor nu even de vlogs op woensdag. En ik ben weer wat heel iets leuks aan het doen. Namelijk met Oma To Be, die jullie inmiddels kennen als mijn co-host in de vlogs. Wat? Ja. Zijn we de babykamer aan het schilderen. We maken één kant een hoek en deze hele kant maken we camouflage green van Flexa Nosepon. Nou, het is gelukt hoor. We hebben net de taper afgehaald. Heel spannend moment. En volgens mij zit hij er echt best wel heel strak op. Neem we zo de hoek. Echt heel cool. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Ik ben heel erg content met mijn outfitje vandaag. Mijn buik is volgens mij weer gegroeid. Echt bizar. Maar het kan ook een beetje door het shirtje komen natuurlijk. Dit vest heb ik jullie al een keer laten zien. Het is van Chiquelle. Deze van H&M Mama. En dit is die duurzame skinny jeans van Noppies. Zit echt super lekker. En laten we even bij daglicht de kamer gaan bekijken. Ik ben echt super blij met de kleur. Ik hoop dat het een beetje op beeld overkomt. Even kijken, hier heb je natuurlijk daglicht. Dus ik hoop dat jullie het hier goed kunnen zien. En dan hebben we dus zo... Oh, even scherp stellen. Die kapstok die ga ik nog... verkopen die hier staat. Komt uit ons oude huis en hier zijn de muren te zwak in de hal om het op te hangen. Dus we hebben hier zo het hoekje mee geschilderd. En ja, ik ben echt super blij ermee. Ik heb deze week nog bijna niet gewerkt. Onder andere moet de vlog gemonteerd worden. Het is 1 november, dus ik moet voor het UWV mijn inkomsten doorgeven voor het eerst. En ik moet een proefstukje schrijven voor potentiële opdrachtgever, dus ik heb genoeg te doen. Oké, even klaar met werken. Ik ga nu iets heel leuks doen, want ik ga naar een leuke sample sale. Ik zag op mijn Facebook voorbij komen. Het is 2:30, dus ik heb tot 2:30 gewerkt. Dan mag ik mezelf alweer belonen, toch? Het is een sample sale van Anecdote. Dat is een heel mooi duurzaam merkje. Die hebben een winkel in de 9 straatjes, maar die zijn best wel prijzig. Dus een sample sale is hartstikke welkom. De sample sale is tegelijk met Grey Label. Kende ik niet. Superleuk kindermerkje vanaf 0 jaar, zag ik. Dus dat is ook niet verkeerd. En dan is het ook nog tegelijk met Marie Stella Maris. En dat vind ik ook een superleuk merkje. Dus dat is 3-in-1. Dus ik ga mezelf even verwennen. Ik had heel leuk mijn vlogcamera mee, maar het was daar veel te druk. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Eerst per Anecdote. Een okergele sweater met het merk erop, maar echt... heel lekker zacht stofje. En die voering is ook echt van dat super lekkere spul. En die heb ik ook voor mijn moeder gehaald. Die wilde dezelfde. Morning, ik sta weer voor die eeuwige spiegel. Ik ga vandaag iets heel erg leuks doen, maar daarover later meer. Ik heb een nieuwe jas gekocht via United Wardrobe. Dus hij is een beetje kreukelig van te verzenden. Hij is van Amateur, dat merk. En hij heeft heel cool aan de achterkant. Kijk. Zie hier LO staan. En als ik me omdraai, staat daar VE Love. Heel erg leuk. En ik heb hem in een M gekocht. Zodat ik er lekker in kan groeien. Even de gordijnen open doen. Ik ga vandaag echt iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk naar de We Are Pregnant beurs. En 10 winnaressen van Instagram gaan met mij mee. Waaronder mijn vriendin Lily, die... loopt natuurlijk een maandje achter op mij. Echt ook een jongen. En die heb ik gewoon als een van de winnaressen uitgekozen. Ik mocht er 10 uitkiezen. Dus dat vond ik wel zo leuk als ze ook kon komen. Dat is in het Werkspoorkathedraal in Utrecht. Geen idee, ik ben er nooit geweest. Dus daar ga ik nu heen en daar ben ik ongeveer de halve dag. Ik had net trouwens op Instagram een poll gedaan, want ik vond mijn outfit iets te netjes. Kijk, ik heb een jurk aan. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zo. Zwarte jurk, positiejurk, die is van GB. En dan heb ik een sterretjes blouse eronder aan van Another Stories. En een nieuw panty, ik ben nu even de naam kwijt, maar hij heeft dus een open kruis, kan ik niet laten zien. En dan heb je dus hier een
Het lijkt ook of ik een enorme tiet heb. Heb je hier dus ook een soort panty topje aan. En die klik je dus gewoon. Ja, het is een soort panty broek. En dan zak je panty dus niet meer af. Echt heel erg relaxed. Eventjes mijn lippen een kleurtje geven. Voor ik binnen druk sta te praten en ergens weer een doek om. Zo. Volgens mij staan er echt super leuke merken vandaag. Ik vond in de wolkenbeurs van Ouders van Nu ook al echt heel erg leuk. En met de 9 maanden beurs eind februari ben ik 39 weken zwanger. Dus die ga ik denk ik skippen. Ik ben er en kijk wie daar aan komt lopen. Soraya van Binti Home gespot. Het ziet er al heel leuk uit. Gezellig, hoe is het? Ja, goed met jou. Ik heb dus een eigen woonkamertje. Ziet er echt heel cool uit. Ik voel me dus echt Beyoncé. Hier staat gewoon mijn naam op een bord. En dan hier liggen allemaal goodiebags. Er zijn al een paar winnaressen. Daar is Lily, het zusje. En dan allemaal lekkere hapjes. Het lijkt echt alsof je een soort baby shower hebt. Hier zitten alle meiden die bij mij gewonnen hebben. Allemaal te kletsen. En allemaal dikke buikjes. Behalve Eve, die is al gezellig mee. Nu heb ik zelf tijd om lekker een rondje te lopen. Dus dat ga ik even met Lily en Eve doen. Lekker shoppen, lekker shoppen. Deze kratjes zijn echt leuk. We zijn bij Haka en die gaan onze siliconen borstenkolf laten zien met een nepborst daar. Ja, dan moet ik een beetje vergiechelen. Je knijpt het en dan komt hij weer terug op zijn vorm. Je knijpt het in, je zet het op en dat is het. Oh joh, dat is vacuüm. Dan blijft hij gewoon vanzelf gaan en dan komt hij de merk eruit. Hè? En dat is het. Maar je hebt je handen dan ook vrij? Ja. Je kan je kind aan de ene borst hebben en dit aan de andere kant. Want bij de ene voeding stimuleer je ook die andere borst wel. Ja, dit vind ik echt wel briljant. Voor alle mama's die niet geen goede nacht hebben. Jij lekker naar week. Ik ben weer thuis met mijn goodie bags. Hier zit een aankoop van mezelf in. Dit kreeg ik bij een stand. En hier heb ik dus 2 goodie bags gekregen. Echt super leuk. Ik ga ze even uitpakken en even bedenken of ik jullie 1 voor 1 alles laat zien. Denk het maar niet, want het is een beetje te veel. Maar ik ga wel even wat dingen uitlichten. En ik kreeg net het kaartje binnen van het kindje van Sophia, mijn vriendin. Echt super mooi kaartje. Gerrit vindt uitpakken ook altijd heel leuk. Doe normaal, heel gek. Oké, even een paar dingetjes. Van Jolijn heb ik echt ook een paar dingen gekregen. Ik licht er even een paar uit. Dit is een houten sorting box, heet het. Het is vanaf 1,5 jaar, dus die kan ik nog even in zijn kamertje zetten. En er zitten hele leuke houten blokjes in. En dan kunnen ze met het vormpje het in het doosje proberen te gooien. Dus dat is een leerzaam speeltje. En ik heb bijvoorbeeld een tasje van ze gekregen en een hele zachte hydrofiele doek. En een rompertje. Heel lief. Van Witlof heb ik een groeiboom gekregen, maar die ligt nog in mijn auto. En een hele lekkere swaddle, een hydrofiele grote doek, grijs. Van Kuka echt een super mooie deken met een lakentje erbij in zacht groen. Dus dat past ook helemaal gewoon prima bij zijn kamer. Echt heel mooi. Dit is in die nieuwe Stockholm print. Deze inbaker, ja, slaapzak is het eigenlijk. Hier heb ik al eentje van gekregen van dit merk, maar nu heb ik er dus nog één. Dus ik hoop dat deze goed bevalt, want dan kan ik er dus 1 in de was doen en eentje gebruiken. Kijk ook even hoe leuk alles is ingepakt. Dit is van een heel mooi sieradenmerkje. Lennebel. En op het kaartje wat erbij zit staat dat ik een armbandje en een ketting krijg. Waar mijn gezin op af is gebeeld. Gezin klinkt nog zo gek. Kijk ook even hoe mooi dit doosje is. Zoals een schriftje. En doe je het open en dan zit je armbandje in een glazen buisje. Heel tof. Ik heb het armbandje direct omgedaan. Hier zie je dus al een kat. Een hartje hangt eraan. Een huisje en een boompje volgens mij. En van Little Elephant kreeg ik een Mommy and Me armbanden setje. Dus dan kan je dit al... Het lijkt heel groot.
Maar die gaatjes zijn best wel strak gemaakt. Kijk, als ik hem helemaal strak doe, is hij heel klein. Kan dat dus bij je kindje omdoen. En wat ik wel leuk vind, wat ik een keer online heb gezien. Zoals je kindje bijvoorbeeld een beetje jou heel erg mist op school en zo. Dan kan je zeggen van dat hij alleen maar even op het sterretje hoeft te drukken bijvoorbeeld. En dat mama deze dan ook om heeft. Gaat het lekker hier ondertussen? Dit vind ik ook echt heel leuk. Ik heb dus een avondje cadeau gekregen met een oppas van oppas Madelief. En dan kan ik dus de city manager bellen. En die gaat dan mij koppelen, denk ik. Maar misschien is dit ook wel heel leuk voor als vrienden van jou een kindje hebben gekregen. Om als cadeautje te geven. Van Babies Only heb ik een hele schattige rammelaar in de vorm van een olifant gekregen. Past helemaal bij ons jungle thema. Een sleutelhanger. En dit is heel leuk. Dit is een maxi-cosi spanner zo te zien. Is wat korter dan bijvoorbeeld bij een kinderwagen. Ik heb zelf ook nog wat gekocht bij Chewies & More. Jullie zien nu de kleur totaal niet goed, maar dit is een beetje een donkergroene legerkleur. En het zijn XL hydrofiele doeken waarmee ik ook zijn bedje leuk op kan maken. Dat vond ik wel mooi bij de kamer staan. En van dit merk, Boromini, die hadden een pakketje voor mij bij hun stand klaargelegd. Heel tof. Dat is 100% plantaardig en het wordt dus geverfd met planten en, als ik het goed lees, wortels. Geen grap. Ik heb even met mijn allerlaatste krachten een bordje eten gemaakt. Dit is wel een van mijn lievelingsmaaltjes. Gebakken aardappeltjes, vissticks, old school en geroosterde groenten uit de oven. Zo, wow. Ik kreeg ineens een flits van die camera in mijn gezicht. Ik ben helemaal afgeserveerd. Dus ik ga hier nu een avondbedje voor mezelf maken. En ik heb dit binnengekregen, een voedingskussen. Ik was al heel lang op zoek naar een geschikte. En toen mailde Snooze mij met twee z's of ik misschien hun voedingskussen uit wil proberen. Dus dat ga ik doen. Ik vertel jullie wat ik ervan vind. Maar als ik het zo voel, er zitten hele kleine bolletjes in. Maar dat, je voelt dus niet dat het bolletjes zijn. Dat voel je bij de meeste namelijk wel. En dat leek me helemaal niet lekker. Dit is zo zacht. En dit is helemaal een soort teddy spul. Aan de andere kant staan de sterretjes. Dus ik ga hier nu mijn wollen deken erbij hier zo over me heen. Oh, vol een boeps in beeld. Ga ik lekker liggen. Als het goed is komt Fries zo thuis. Nog even tv kijken. Hoe moet dit? Zoiets. Zo om me heen. Even tv kijken en dan lekker slapen. En ik ga dit lekker eten. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben weer heerlijk uitgerust. Ik heb echt lang en vast geslapen. Ik kon gisteravond helemaal niks meer. En ik heb mijn ketting van Lennebel op. Het is een medaillon. Ik had hem gisteren had ik alleen het armbandje laten zien. Je schijnt hem open te kunnen doen. Want er zitten hier scharniertjes, maar ik krijg het niet voor elkaar. En ik zal ook even mijn outfitje laten zien. Ik heb mijn nieuwe anekdote trui aan. Die kan ik echt nog net aan. Ik heb hem eigenlijk voor volgende winter gekocht. Maar hij kan nog net over mijn buik heen. Maar ik wil niet dat de trui uitrekt of dat hij iedere keer helemaal omhoog gaat. Daaronder heb ik een broek van de Wild Babes aan. Een lekkere flared. En die sla ik gewoon om bij mijn buik. En schoenen heb ik nog niet aan. Mijn vlog heb ik afgeëdit en ik heb net al naar de supermarkt gelopen, naar de bakker. Haal ik lekker vers brood en dat doe ik dan in de vriezer, zodat ik gewoon de hele week lekker vers brood heb als lunch. En de kleine is heel erg aan het trappen in mijn buik. En je ziet het van buiten, dus ik ga het even proberen te laten zien. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien, maar het is inmiddels avond en donker zoals je ziet. We gaan eten met Victor, Lily, Marlies en Tijmen. Gezellig met z'n zessen. En moet je kijken hoe leuk dit eruit ziet. We zijn bij Branding Beach Club in Noordwijk.
Goedemorgen, het is zondag. Het was gisteren super gezellig met z'n zessen. Echt heel erg leuk. En na een kort nachtje ga ik onderweg naar Rotterdam. Ik vertel zo meteen waarom. Maar eerst wilde ik heel even de Rijpbrug laten zien. Want het is zo mooi in de herfst hier zo. Niet normaal, wij wonen hier vlakbij. Ik ben nog steeds zo blij dat we hier een huis hebben gekocht. En ik zie dat hier wordt verbouwd, zie ik allemaal verkoopborden. Dus mocht je nog een huis zoeken, een mooie plek in Amsterdam zonder in het centrum te wonen, is de Rijpgracht met een lange ei een aanrading. Aanrader. Ik was net bij mijn omaatje in Spijkenisse. Ik heb nu heel even tijd om te praten. Want zoals je ziet staat het helemaal vast in Rotterdam. Ik ben onderweg naar het Growth Event van Aranka, Nadja uit Bali en Carolien. En ik ben al een kwartier te laat, maar het schiet ook niet echt op zoals je ziet. Dit komt volgens mij iedere vlog terug. Nog 32 kilometer te gaan met deze auto. Dus ik moet straks op de terugweg eerst in de stad maar of zo een benzinepomp vinden. Inmiddels is het 18 over 1. Het begon om 1 uur. Ik sta nog steeds vast. Ik ben er eindelijk. 13 uur 39. Daar bij dat groene Nieuwvork. Ik vind het niet. Ik stond bij de verkeerde Nieuwvork. Dus ik ben nu met de metro 1 halte hierheen gegaan. Nu ben ik er bijna. Zitten ze midden in de meditatie? Oh nee. Elk aspect in mijn leven waarvan ik denk, daar wil ik nog in groeien. Ik kijk, oké, wie is hier gespecialiseerd? Wie is hier heel goed in? Ik betaal daar graag geld voor. Want het is gewoon echt de allerbeste investering in jezelf. Dus voor mij was het heel erg belangrijk om op een gegeven moment toe te geven dat ik het misschien wel kon, maar dat ik het niet allemaal moest doen. Ik vond dat best lastig, want ik dacht, ja, ik ga toch nu niet iemand betalen voor iets wat ik zelf ook wel kan. Maar als je reëel bent, dan was het echt heel waardevol dat iemand op een gegeven moment voor mij contact ging opnemen met influencers. Of zich ging bezighouden met de logistiek. Omdat als ik mezelf zou moeten inhuren, hè, stel 50, 60, 30.000 euro, wat dat zou kosten per jaar, dat is 31,50 euro per uur. Ten opzichte van de stagiair die de influencers kon contacten, is 3,75. Ik ook trouwens. Dit is een pindakaas. Pindakaas sandwich van Nieuwvork zijn alle lekkerste pindakaas sandwiches. Oké, dan ga ik die nemen. En dat heb ik gedaan omdat ik harder werkte en ik was zo moe door de ondernemers daar dat ik dacht, dit is plek. Als je van helemaal niets iets kan maken, dat vind ik geweldig. Nou, eigenlijk 80% die stopt ermee. Maar zij willen heel graag door mij gehoord worden en het gevoel hebben dat wat zij doen, ook al zijn ze echt helemaal aan het begin. Zo, ik ben weer in Amsterdam. Ik ben super blij dat ik alsnog gegaan ben, ook al was ik zo veel te laat. Ik heb echt heel veel geleerd. 3 verschillende talks gehad dus. Eerst van Nadja, daar heb ik nog een stukje van meegepikt. Toen van Carolien. Echt over Nadja was meer over hoe je dicht bij jezelf kan blijven en vertrouwen kunt hebben en je niet door angst te laten leiden. Carolien was meer over strategie. En cijfertjes en daarnaast dan nog een morning ritueel. En Aranka, die deed echt over online community. Ik weet niet of jullie het interessant vinden als ik een beetje vertel wat ik eruit van geleerd heb. Of ik dat dan in een blog zal doen of in een vlog. Zeg het maar even in de comments als je wil. Het is maandag en ik ben direct aan de gang gegaan met alle tips van gisteren. Dus ik heb hier de hele dag, hier staat allemaal bennen nog, ben ik bezig geweest met mijn brandboek. Dat ben ik gaan maken. En nu is het 3:30, het begint al een beetje donker te worden. Maar ik ga maar eens de deur uit. Ik ga naar Zara om een luiertas terug te brengen die ik had gekocht. 1, omdat ik eigenlijk niet zo min mogelijk het liefst bij Zara wil kopen. Nou, ik kan hem even niet meer laten zien, hij is al ingepakt. Maar als je luiertas googelt op de normale Zara webshop, dan vind je hem wel. Hij is van imitatiebond. Alleen, ik dacht dat hij beige was. Maar hij is een beetje
ja, net geen, zit tussen roze en beige in. Dus ik wil natuurlijk niet, Fries zei heus roze, ik ga er niet mee lopen. Dus ja, voor een jongen vind ik dat niet zo leuk. Dus hij gaat terug. En daarna ga ik naar een heel leuk event bij Lakwerk van Casio, van die vintage-achtige horloges. En krijg ik een manicure. Ik ben nog nooit geweest. Ik heb het alleen bij Saar Koningsberg voorbij zien komen. En toen was het weer een nieuwe dag. Ik was mijn camera vergeten naar de presentatie van Casio. Presentatie. Het was eigenlijk gewoon verwennerij bij Lakwerk. En dit is het horloge wat gelanceerd is. De Casio G-Shock, als ik het goed zeg. En ik kreeg dus voor het eerst van mijn leven gel lak. En ze hebben hem ook nog echt super mooi versierd. Ik weet niet of dit... Dit krijg ik natuurlijk weer nooit in beeld. Ook niet met een witte achtergrond. Wat ik dus nog even aan jullie wilde laten zien is dit fancy aankleedkussen. Het merk heet Momoo, als ik het goed zeg. Of Moomoo. En dit is helemaal ecologisch. Je betaalt er wel iets meer voor. Maar het is super stevig. Je voelt ook dat je deze niet hoeft te vervangen. En je kan er een inleg in leggen, maar je kan er ook een hele hoes omheen doen. Die hebben ze ook in allemaal biologische stofjes en zo. En wat je dus ziet is dat je kindje wat meer omhoog ligt. Wat heel handig is als je kindje last heeft van reflux. En als je nou een bredere commode hebt. Wij hebben natuurlijk een hele smalle. Dan kan je zo je kindje natuurlijk neerleggen. En dan kijkt je kindje je ook echt aan tijdens het verschonen. Ik had natuurlijk eigenlijk al een aankleedkussen gekocht. Gewoon eentje van een tientje. Maar die geef ik aan mijn moeder, want die gaat natuurlijk regelmatig oppassen. En dan kan ze hem daarop gewoon verschonen. Goedemorgen. Ik heb hier net de hele tijd zitten werken. Wederom, ik ben begonnen aan mijn e-book. Heel spannend. Ik vroeg op Instagram al aan jullie of jullie konden raden waar het over ging. Maar het is nog niet één keer geraden. Het is niet echt een leesboek, zeg maar. Het is meer een boek waar je van kan leren. Laat ik dat zeggen. Even de hint. Heel veel mensen dachten dat het over bevallen, zwangerschap of borstvoeding ging. Maar ja, ik ben net over de helft van mijn zwangerschap. Dus ik vind niet dat het aan mij is om daar al over te gaan kletsen. Dus nee, het heeft niets met de baby te maken. Wie vindt dit nog meer het allerlekkerste wat er is? Ik ben ook nooit zuinig met hagelslag hoor. Als ik het doe, doe ik het ook gewoon goed. Het is 3:50. En weet je wat ik eens ga doen? Ik ga mezelf een middag vrijgeven. Ik moet wel wat dingetjes doen. Zoals stofzuigen. Boodschappen doen voor vanavond. En vrienden van ons die zijn vader en moeder geworden van een heel lief meisje. Dus ik heb hier een kaart. En ga ik dat even opsturen.